الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Beste broeder en zuster, wist jij dat het niet toegestaan is om over islamitische rituelen of aanbiddingen grapjes te maken of daarmee de spot te drijven? In deze dagen rondom Eid al-Adha zul je vaak berichten zien langskomen via social media, via WhatsApp, Facebook en andere kanalen, waarin bijvoorbeeld grapjes worden gemaakt over schapen, over offers, over het offerfeest enzovoort. Maar is het niet toegestaan voor jou en voor mij om dit soort berichten door te sturen? Want de moslim dient juist de rituelen of de islamitische rituelen te eren en te respecteren. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. In de interpretatie van de betekenis: en wie de rituelen van Allah eert, waarlijk, dat is dan door het godsvrucht dat zich in de harten bevindt. Dus beste broeder en zuster, wees godsvruchtig op dit gebied en attendeer juist anderen die zulke berichten naar jou toesturen en stuur ze vooral niet door. Want een moslim dient juist de islamitische rituelen en aanbiddingen te eren en te respecteren. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.